Dag dames en heren. Ja, de zachte winter die heeft zijn sporen achtergelaten. Ik krijg nog steeds foto's binnen van de bloeiende natuur. Zoals ook hier achter mij van dotterbloemen. Normaal gesproken bloeien die pas zo in maart, april. Maar ja, nu dus al bijvoorbeeld aan de Molendijk in Groot-Ammers. Toch wel weer een prachtig plaatje zo. Het lijkt dus wel voorjaar, maar ja, het is het natuurlijk niet. Nou, ik ga kijken naar het weerbeeld voor vannacht. En dan hebben we te maken met een mengelmoes van wolkenvelden. Een paar opklaringen. Als het even breed opklaart, zou er best wel eens een mistbank kunnen ontstaan. Het gaat in het Rijnmondgebied niet vriezen. De temperatuur die blijft een paar graden boven het vriespunt. En daarbij staat maar een zwakke, hooguitmatige wind aan de kust, windkracht 3. En de wind draait naar het zuidoosten. Ja, en dan woensdag overdag, dan lijkt het weerbeeld toch wel op dat van vandaag. Het blijft dan wel de hele dag droog. Drijven wolkenvelden over onze regio. Tussendoor kan soms even de zon tevoorschijn komen, maar de bewolking heeft toch duidelijk de overhand. Temperaturen 4 graden in Gorinchem, een graad of 5 in de Drechtsteden, elders op Voorne-Putten bijvoorbeeld een graad of 6. En dat bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Nou, pas later, woensdagavond, wordt de bewolking dikker vanuit het zuidwesten en kan er een spatje regen vallen. Dat is de voorbode van weer toch ja, wisselvallig weer op donderdag. Dan ligt er een zwakke storing boven onze regio. Af en toe wat regen bij een temperatuur van een graad of 5. Vrijdag is het dan weer duidelijk droger. Ja, zaterdag een actievere oceaanstoring. Periode met regen. Vooral in de loop van de middag en avond bij een temperatuur van een graad of 6. En ook zondag wisselvallig met periode met regen en een temperatuur van een graad of 7. Dus ja, winterweer is wat dat betreft nog niet aan de orde. Nou, weerfoto's, u kunt ze insturen naar het welbekende e-mailadres. Ik wens u een prettige dag en heel graag tot morgen.